Hallo sterrenbeeld tweelingen, we gaan kijken bij jullie. Wat speelt er of wat gaat er spelen in jullie voor de tweelingen? Welkom op mijn kanaal. Oké, de chariot, er komt snelle vooruitgang in de situatie. Er wordt zegen gevierd. Je komt in balans. Ja, weer snelle vooruitgang. Communicatie. Iemand die ver weg is, kan naar je toe komen. Snelle beweging voor jullie, tweelingen. In de situatie waarin jullie zitten. Ja, dat wikken en wegen. Hè? Dus dat gaat in balans komen. Dit is niet meer. Het wordt weer rustiger. Je hebt misschien lang erin gezeten. Ja, dat is... ja, je ziet het nou misschien. Je gaat nou echt de uitgang ontdekken. Dus er is geen blokkade. Er is een opening. Als jij je blinddoek maar afdoet, dan ga ik snel vooruit. Ja, je moet misschien wel dingen achter je laten. Mensen voor jezelf opkomen. Het strijdveld verlaat eigenlijk. Mensen ontwapenen. Voor deze veranderingen die willen komen eigenlijk in je leven. Tweelingen. Is te veel. Ja, dat wikken wegen is dus voorbij. En ook die angst en de verdriet en de slapeloze nachten gaan voorbij. En ook het vastzitten. Komt nou echt vooruitgang in jullie. Goed, wat ligt er verborgen? Waar zit je nog mee? Oh, die vliegt eruit. Klankheling, spierspanning, stress. Ja, er zit nog een beetje stress. Dat zie ik hier ook wel. Dit is een kaart van vastzitten en niet goed slapen. Klankheling kan helpen. Klankschaal kopen misschien. Afzondering terugtrekken. Eenzaamheid. Ja, je voelt je misschien alleen. Heel belangrijk is dat je echt terugtrekt in de eenzaamheid. Dus echt goed nadenken. Van wat wil ik? Hoe kan ik me eigenlijk bevrijden? Zodat ik sneller vooruitgang kan maken in mijn leven. En niet alleen denken van ik zit vast in de situatie. Dan kan je ook sneller vooruit. Nou, ik neem ze alle twee, voel ik wel. Ja, de storm op deze zielenreis. Je bent misschien op een zielenreis. Chaos. Het is allemaal, dit mag je allemaal achter je laten straks. Maar ja, ga wel in je eentje eigenlijk alles voelen in jezelf. Terugtrekken een beetje... Uit de drukte om je heen. En ga uit die storm en chaos van je zielenreis. Want er komt een nieuwe poort gaat open voor je. Je krijgt nieuwe lichtcodes, DNA wordt veranderd. Goed, we kijken wat er nog meer is. Orakel van kleur is dit. Blauwe roos. Hier staat voorouders, eer je voorouders voor hun overdracht van wijsheid. Ja, je voorouders helpen je bij dit proces, lieve tweeling. Je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Ze helpen je, je gidsen helpen je. Zweet het. Eenwording met Gaia. Ja, dit is een... Misschien zie je erg tegenop tegen dingen, je zweet in die zweethoed, alles wat je op je pad krijgt. Maar ja, het is ook voor moeder aarde, hè. Je mag moeder aarde helpen. Hier ligt ook getal 22, ga ik even opzoeken. En dan hebben we nu een 7, de zon gaat doorbreken in je leven. Als je maar door die poort bent, uit die chaos,
Ja, en dat kan snel veranderen. Hier ligt nog één. Verzamelen, opvullen van leegte. Ja, je voelt je misschien leeg, maar ga het niet opvullen met verkeerde dingen in je leven. Goed, even op het gebied van de liefde. Emotie, chaos, conflict is onvermijdelijk. Ja, voel je snel vooruitgang, dan moet je soms voor jezelf opkomen en dan krijg je conflicten, vuurwerk, donderslagen, commotie. En dat kan zweten zijn, dat kan echt wel eng zijn, hè? Converseren. Er is een goed gesprek nodig om de situatie helder te krijgen. Ja, je moet misschien communiceren met iemand. Bellen, appen, mailen, briefjes schrijven. En dan krijg je het helder, hè, voor de deze zielenreis. Een zielenreis vol storm en chaos. En dan komt het karmische contract. Wordt beëindigd. Je zit misschien nog met een karmisch contract. Dat geeft je angsten. Je zit aan het weekend wegen. Wat zal ik moeten doen? Mensen, ja, ga... Denk goed na, want je kan jezelf bevrijden eruit. Goed, dit was het voor de tweelingen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!